Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze goede nieuwe video van Rome Total War Remastered. En ja, we spelen nog steeds als Carthago, maar we worden nu aangevallen in het zuiden van Spanje door de Spanjaarden. Dus ja, laten we onze settlements even verdedigen. Ja, al mijn troepen hier naar het plaza laten terugtrekken, want hier hebben ze oneindig moraal. En moraal is belangrijk om een veldslag te winnen. Zo, en laat de volslag maar beginnen. De vijand heeft een paar stormrammen meegenomen naar de strijd. De cavalerie besluit om hier te blijven. En laat de infanterie gewoon al het werk doen. Oh ja, zo mooi. De torens die schieten hier. Die schieten wel heel erg snel. Komt ook omdat we dubbele snelheid nu spelen. Dan gaan jullie hier zo. Maken ze zo'n rondje. En dan misschien pakken jullie meer kans tegen deze. Okay, nu hier. En valt deze cavalerie aan. Dat is een generaal. Als we die kunnen pakken zou mooi zijn. Nee, die kunnen we niet nemen. Ja, we gaan het zelfs slag verliezen. Oh ja, dit is niet goed. Ja, we verliezen de stad. Maar we kunnen terug aanvallen. Nee, denk ik even gewoon wat hulptroepen moet maken. En even moeten wachten tot de belegering. Oh ja, de Romeinen waren ons hier aan het belegeren in Sicilië. Oké, de Romeinen besluiten om nu al aan te vallen. Ja, ik maak geen schijn van kans, dus ja, ik simuleer de veldslag en ja, we verliezen. Al twee settlements verloren in het begin van deze aflevering. Het gaat niet goed deze aflevering. Ik speel ook op de hoogste moeilijkheidsgraad. Daarom is het dus wat moeilijker. Ik ben bang dat deze hier ook gaan aanvallen. Deze stuk naar Carthago. Zoals ze naar Sicilië kunnen. Kunnen zij hopelijk de Romeinen verslaan. Zou ik de oorlog verklaren aan Gallië? Wacht. Ik denk dat het beter is om. We hebben nu eerst de gebruik om ja, de Spanjaarden te verslaan. Even de Spaanse zien waar hun leger is. Aha, hier hebben ze een leger. Ja, hij valt aan. Gaan we eerst vast straks spelen. Ik ga kiezen om deze hier te verspreiden meer. Ze hebben wel veel meer infanterie. We hebben ook meer cavalerie, dat is ook handig. Oké, hier is hun generaal. Dus allemaal hierheen. Ja, en de generaal is dood. Maar onze leger zit er ook heel erg af. Oei, wel verloren. We hebben wel een generaal gekild. Dan hier nog op Sicilië mijn extra leger. Ja, nu ga ik gewoon vuistlag doen tegen de Galliërs. Op dit leger hebben we veel slingeraars. Alle cavalerie op hun generaal. Niet via hier. No, wat doen jullie? Ah, de generaal is eindelijk dood. Deze trekken we ook terug. Ja, ze even stoppen met vuren. Anders doodt hij onze eigen mannen. Oh, hier strijden ze nog. Even iemand hier sturen. Oké, we winnen nu eens een keer. Oké. Exterminate the population. Dan dit allemaal hertrainen. Dingen zo ook samenvoegen. Deze maak ik kapot. En dan vervang ik door een van onze tempels. Doe een tempel voor Baal. Ah, we worden nu al aangevallen. Ja, er is niks dat we hier kunnen doen. We verliezen Osca. Zonde. Ah, we worden hier ook aangevallen. Dit is op een soort van high ground. Ja, dat komt goed uit. Dus dan stel ik mijn troepen gewoon hier op deze berg op. En dan gaat het zo hopelijk goed komen. En mijn troepen iets meer naar daar zetten. Misschien ook mijn cavalier laten terugtrekken of. Oh nee, generaal is dood. Is niet goed. Ja, dit was het dan. Even deze aanvallen. Oké, deze kan ik hopelijk wel verslaan. Oh, ze hebben de high ground deze keer. Oké, nu deze gaan olifanten hier in charge. Hopelijk zijn ze een beetje effectief. Ja,
Krijgt de slingers best hierop schieten, anders raak je onze eigen olifanten. Oh, dat is een generaal. Oké, deze hier. Deze een generaal dood. En dat was dan de valslag. En dan ook nog eens een overwinning. Hier kan ik slingers oproepen op dit eiland, dat is wel fijn. Oh, hier hebben ze een heel leger. Daar kan ik niet aankomen. Oké, nu snel deze stad innemen, hopelijk kunnen we dit doen. Nu vuren op die troepen daar. Oké, bodyguard, hier moeten we zeker nemen. Allemaal op de bodyguard, please. No, niet hierin. Ja, en nu vuren. Oké, nu ga ik deze hier sturen. Oh, ze komen. Misschien met de olifant die even de andere kant op gaan. En dan hierin bukken. Dan kan ik een cavalerie hier sturen. Oké, deze hier. Mocht deze schieten. Oké, nu aanvallen. Oké, we hebben hier al het midden veroverd. Zo snel je kan hier ook aanvallen. Dit mag niet gebeuren. Maar één unit die overblijft. Nee, hier, via hier, via hier, via hier, via hier. Deze hier. Maar 47. Oké, snel terugtrekken. Terugtrekken, terugtrekken. Oké, nu vuren. Dit zijn er, ze worden steeds minder. Ah, pijlen zijn op. Yes! Een koning is dood. Maar onze troepen vluchten. Oké, nu allemaal aanvallen. Er zijn nog maar 13 over. Oeh, dat was een heel erg moeilijke veldslag, maar we hebben gewonnen. Vooral de laatste unit, cavalerie, was heel sterk. We gaan voor gewoon occupy doen. We gaan hier een tempel bouwen en alles hertrainen zo snel mogelijk. Misschien eerst betere muren bouwen, want we worden zo waarschijnlijk aangevallen. Okay, hier wil ik nog de Romein aanvallen. Deze stuur ik hier zo. Deze mag op hun cavalerie gaan. En deze zal hierop terugtrekken. Olifanten oppassen. En dan hier op een generaal. En dan jullie even stoppen met vuren. Ja, een generaal vlucht. Misschien moet je snel de generaal pakken. Maar hij is veel te snel. Oké, alsof er nog eens uiteindelijk nog een overwinning op de Romeinen. Oké, een overwinning voor ons. Deze stuur ik daar nog heen. Ik ga even. Ik denk dat. Romeinen zitten toch in een stad, dus ben ik even van plan veranderen en dit leger toch naar Spanje sturen, want ik wil Spanje hier toch wel eerst veroveren. En dan kan ik me focussen op de Romeinen. Okay, wat zit hier op dit schip? Oh, geen leger gelukkig. Oeh, dat is een goeie. Die ga ik zeker accepteren. Oeh, de Galliërs hebben hier al een heel groot leger, dus moet me te voorbereiden. Ik denk dat ik hier de aflevering ga afsluiten, dus bedankt voor het kijken iedereen. En dan zie ik je weer terug in de volgende video en dan hopelijk kunnen we dan in de volgende video nog wat ons rijk uitbreiden.